Hallo Meggie Janneman hier. Leuk dat je kijkt naar aflevering 227 van Minecraft mee met Meggie Jannemannetje. Kijk, zag je wat hier gebeurde? Ze hebben het hele veld net geoogst en weer gezaaid. En deze mini heeft keihard meegeholpen, dat is toch leuk? Ja, dat heb je goed gedaan, Jochie. Ja. Goed, maar we zijn voor deze. De clerics. Dat zijn volgens mij wel goede wijzen uit het oosten. Die hebben we nodig natuurlijk voor onze kerststal. Dus dat komt wel goed, denk ik. Maar het is natuurlijk net weer nacht, dus dat schiet niet op. Nou, ik zou nog even kunnen kijken of we wat meer villagers kunnen maken. Maar dat doen ze zelf natuurlijk ook wel. Ja, maar het is nacht. Dus dat komt wel goed. Toch? Nou, even kijken. Wat gaan we doen? Misschien heb ik... Ja, ik had er heel veel mee. En dan wat andere spul voor het geval ik wat moest maken. Maar, ja, je weet het niet zeker. Dat hoeft er nu niet, geloof ik. Ik ga in ieder geval wachten tot het dag is. Dan gooien we ze gewoon. Ah, daar is één. Die kan ik vast wel even vangen, denk ik. Dan hebben we die in ieder geval. Zo. Sorry jongen, weg is je deur. Dan van mij, hè. Ik geef het toe. Zo. Pak ik mijn karretje. En daar heb ik natuurlijk te weinig van. Dat is niet zo slim van me. Hey, kom eens gauw, terug. Nou, ga erin. Nee, waar gaat hij heen? Kom terug. Kijk, dan zit hij er al in. Even kijken hoor. Dan moet ik eigenlijk nog meer karretjes hebben. Die heb ik niet bij me. Ik ben niet heel erg handig daarin geweest. En 1 voor 1, dat gaat ook niet. Oh jee, oh jee. Oh, daar staat ook nog een karretje. Zo. Deze hak ik dus maar even weg. Hier ben ik mee gekomen, geloof ik. Nou, dat zijn alweer twee. Ik zal even die lui daar op gaan ruimen. Zo, ga eens weg, joh. Kom maar hier met die help. Hier zal er nog één. Zo. Nou. Daar wordt het heel wat stiller van. Hop. Zo. En dan kunnen we nog één vangen natuurlijk. Even kijken waar die is. Oh, ik zit op verkeerde knopjes te drukken. Wat raar. Waarom doe ik dat? Zit je allemaal hier achter, jongens? Lummeltjes. Hier is deze. Boom. Boom. Oh, zie je hem rennen? Nou, hierachter staat ook direct één. Zo. Ja, daar staat er alweer één. En die wil ik weer. Kom maar. Ja, wat jammer. Jongens, waarom drukken jullie elkaar nou weg? Nou, heb jij de deur weer terug. Er staat daar een achter. Dit is wel... Oh, kijk, daar is die. Deur weer weg. Rails erop. Ja, en die heb ik ook. Heel fijn, nou heb ik er alweer twee.
Nou, deur je er weer voor. Bam. Dat kan allemaal wel weg. Zo. 1, 2. Dit is 1. Die rol ik vast die kant op. Nou zou het wel heel fijn zijn als ik nog even ergens wat ijzer kon vinden. Ik heb er helemaal niks. Nou ja, is niet waar. Hier zitten er 2 in. Dat is al wel goed. Hé joh. Zo. Ja, nou heb ik nog meer nodig dan 2. Zou ik daar eens kunnen jatten? Even kijken. Misschien woont er wel niemand. In ieder geval is de deur ingeslagen door een zombie waarschijnlijk. Ah, mag ik niet in. Dat is jammer. Dat is jammer. Kijk, een zombiehoofd. Weet zo'n ding? Een creeperhoofd. Au, joh. Voer. Zo. Ja. Nou, we hebben er 3. Rollen maar. Dat doen we dan gewoon zo. Ja, creatief. Dat laat ik nog even staan. Dat repareer ik straks. Deze rollen hier allemaal heen. Dit kan ik wel even kapot hakken. Dus doe dat ding daar. Zo. Oh. Ja. Daarheen. 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 Dat hekstuk. Die moet daar wel passen. Nee. Houd terug, jongens. En waar gaan jullie nou allemaal heen? Wat verdorie, zeg. Nee. Nog zo'n sukkel die er vandoor wil. Zo. Hup, terug je dorp in. Dit is niet zo handig. Nee. Maakt niet zoveel uit, maar het is niet handig. Bam. 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 Nee, die gaan hier nou toch niet de liefde bedrijven, hè? Lijkt het wel een beetje, hoor. Nog wat stenen. Oh, ik had wel meer. Nou ja, goed. Het is niet zo erg als ik dacht dat het zou zijn, maar... Kijk, als we dit niet zo gaan doen... Kan ik daar doorheen duwen, zo? Ja. Dat is best handig. Hier het rails langs. Zo. Wil niet. Zo. Daar gaat karretje nummer 1. Dames en heren. Boom. Hup. Hebben we hier nog 1? Komt u maar. Oh. Yo. Ga eens uit mijn beeld. Zo. Komt hij daar weer doorheen. Hup. Duw hem nog een stukje. En daar gaat hij. Nummer 2. Nu zoeken we nummer 3 op. Volgens mij is die villetje verliefd op mij. Dat vind ik helemaal niet cool. En waar sta jij op? Waarom sta je daar? Zo jongens, maar ik maak een einde aan jullie relatie. Ah, je paraplu. Ga eens aan de kant. Ga er ook maar door. Oké, nou ik laat het eerst even zo, want ik durf hier eigenlijk niet te lang te blijven. Zo, daar gaan we. Weet je, ik kom zo bij jullie terug. Ik hoop dat mijn villagers het overleven. Ik ga gewoon via de portal. Dan hoef ik ook niet bij jullie terug te komen, denk ik.
Nou, kijk, ik heb een filletje gevonden. Hij heeft me alweer een heel stuk teruggedrukt. Dat is wel even jammer, maar... Ja, nu gaat hij door me heen. Nee, gelukkig. Die gaat er wel vandoor. Nou, dan rol ik hier achteraan. Het karretje is er weer vandoor. Nou, jammer. Kijk, deze is botst ergens tegenaan blijkbaar. Ah, nee. Nou, ik laat ze wel heen en weer rollen. Nee, albei. Nou, goed. We proberen nog iets. Nou, ik heb weer één gevonden. Deze staat hier gewoon te staan. Maar ik vond ook wel een leeg karretje halverwege. Ja, ik geef hem weer een duw. Oké, er zijn in ieder geval twee aangekomen. Ja, zie je, die laatste is misschien wel dood. Dit was volgens mij ook ooit een vol karretje. Ja, wat jammer is dit. Ja, de sukkeltjes zijn ontsnapt. En nu staan ze hier een beetje weer rondjes te draaien. Ik heb ondertussen wel weer een nieuwe cleric. Maar ik wil deze eigenlijk ook graag even weer in veiligheid brengen. Maar die hebben gewoon niet door dat ze hier weg moeten. Ja, daar loopt ook nog één. Dat zijn al vier. Kom, die kant moet je weer op. Het wordt nacht. Hop, naar binnen. Hop, weer naar binnen jij. Nou, we beginnen wel met degene die het dichtst bij is. Nee, ze gaan echt gigantisch aan de wandel. Oh, 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 oh. Wat zijn jullie in sukkels? Kan je hier wat doorheen dan? Vraag ik mij af hoor. Dacht het wel, maar je weet het nooit zeker. Maar gewoon tot het nacht wordt. Dan vluchten ze wel. Er waren hier net vier. Hi. Hey. Ja, daar willen jullie heen, hè? Ja, ik ga daar geen gat in slaan. Kijk, deze die weet de weg weer. Dat is heel fijn. Als die anderen dat nou ook even volgen. Kom, jij ook naar binnen. Jij ook. Kom, hup, naar binnen. Nee, je moet er door. Hier langs. Lopen, lopen, lopen. Ah, irritante lui zeg. Kom op nu. En een beetje vlug. Oké, ik ben het goed gemaakt. Ik graaf jullie wel in. Heb jij daar ook weer tussen de andere kant op doet? Kom. Meewerken. Niet zo mieren. Bam. Hoppakee. Nou. Zijn ze in ieder geval soort van veilig? Ik weet eigenlijk niet hoe laat het hier nu is. Op de server bedoel ik dan. Nee, dit los ik later wel weer op. Ik vind dat het tijd is. Of zal het nu nacht zijn? Ja, het is nacht. Nou, ik probeer deze lui gewoon weer naar binnen te krijgen. Dan zien we het wel. Dan kom ik zo weer bij je terug. Kijk, hij heeft nu een bloemetje. Had hij net niet. Is het bloemetje ook weg? Die kreeg hij. Denk ik. Nou ja, whatever. Ik zie je morgenochtend weer terug. Zo, daar zijn we weer. Kijk, we hebben er weer een dreumes bij. En daar loopt nog een. Dat is hartstikke cool. Dat schiet wel op. Maar ja, die, daar gaat het om. Die moet nu even veilig naar. Mijn huis. Oké, daar gaan we. Deurtje open. Ik
hoor wel een zombie, maar ik zie hem niet. Dus ik ga er gewoon achteraan. Doe maar, gasten. We gaan met die banaan. Waarom staat... Ah, kut. Ah. Waar staan die blokken nog op de rails? En hij moet twee breken. Dat is gewoon goed te doen. Zo, die draag ik op. En rol maar weer een stukje door. Zo. Ik kom eraan. Hij is wel snel. Mijn villager. En daar is hij. Veilig en wel. En nou, waar laat je die lui, hè? Waar laat je ze? Hoe gaan we dat doen? Even denken. En zo. Die hier, die hier. Die hier. Geef hem een zetje. Doe maar. Oké. Bam. Ja, gaat prima. Zo, dat zit erin. En nou moet ik iets bedenken hoe ik ze... waar ik ze neer moet zetten. Je ziet wel eens plaatjes van kerststallen. Dat ze er gewoon zo een beetje voor staan. Maar ik denk dat ik er dan maar een tuintje op of een hekje of zoiets voor ga zetten. Ja, dat zou ik kunnen doen. Dan zie je dan gewoon rondlopen. Ja, dat kan wel. Goed. Zo, nou ik sta tussen mijn paarden. Even kijken, sommigen hebben al een zadel op, dus die kan ik het beste gebruiken. Deze denk ik maar. Wacht, ik heb mijn leidraad nodig. Dat zit ook ergens in de stal als het goed is. Hier. Dat is wel cool. Nou, dit lijkt me wel een mooi paard voor een wijze uit het oosten. Kom maar. Hup. Zo. Even kijken hoor, waar zetten we die dan neer? Au, 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 hier maar. Zo, die staat daar mooi vast. Nou, nog een paard op. Dus even kijken. Nou, dit lijkt me ook wel een mooi natuurlijk paard. Hup. Pakken we ook mee. Hoppakee. Ook hier neer. Naast de slime shop. Bam. Kan daar ook wel aan vast. En haal ik het derde paard op. Het is toch handig als je zelf wat spul hebt. Even kijken hoor. Oh. Ah joh. Wat een skelet. Ga toch weg. Ik pak je. Bam. Aha. Jee. Even kijken, waar is die? Hier, perlen, zadel op, nee. Ben jij überhaupt wel tam? Ja. Het zag er een beetje raar uit, maar dat is die wel. Zo. Hoppakee, eens kijken waar we deze neerzetten. Ik denk gewoon maar hier. Zo. Bam. 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 Drie paarden vast aan het touwtje. Hartstikke cool. Ik trek dit nog even door.
Zo, dan weet je dat het bij elkaar hoort. Dat zou ik ook misschien hier wel kunnen doen. Nou, dat komt net niet goed uit. Dan hakken we dat gewoon allemaal weg. Zo. Hoppakee. Het ziet er best cool uit. Dan heb ik hier nog een spruce fence gate. Dat is volgens mij wel cool. Of die deur. Ik denk dat een deur er leuk uitziet hier. Nee, dat is een beetje raar. Bovendien slaan zombies die in. En dan is die weer weg. Fence gate. Wow. Leuk. Daar de wijze in. Maar daarvoor wacht ik denk ik maar even tot het licht is. Denk ik. Daar. Hier nog 1, 2. Zo. Gaat helemaal goed. Paden erbij van de drie wijzen. Dingetje. Nou, dan kunnen we ondertussen even de kerstboom bekijken. Dat is een leuke knipperige kerstboom. Nou, dat is zo moeilijk. Ik heb een paar hopperklokken her en der. Of boven hopperklokken. En hier gewoon oude redstone klokken. Dus met een fakkel en een dingetje. Ja, ik wil het je laten zien, maar ik heb geen redstone bij me, geloof ik. Ja, daar ligt wel iets. Een paar stokken heb ik ook. Nou, dus kan ik je eens even laten zien. Want ik zag hier ook nog repeaters liggen en die heb je gewoon voor nodig. Een redstone klok is heel makkelijk. Je pakt een blok. Deze. Boom. Dan pak je een fakkel. Boom. Ja. Je pakt wat van dit. Je pakt deze. Sla je zo hier tegenaan. En dan doe je die. 1, 2, 3. In één zachter. Nou kijk, dan kan je bijvoorbeeld zo. Heb ik hier een lamp aan. Die kan nog een andere kant op. Zoals je kunt zien. Nou, dan knippert het. Heel makkelijk. Kind kan de was doen. En die zitten hier dus ergens in. Ik ga niet meer klimmen, want ze liggen echt bovenop en onderop. En het valt niet mee om dat door elkaar te laten groeien. Dan zou ik even kunnen kijken, want ik heb nu... Ik heb meestal mijn graphics op fast staan, omdat ik dat er leuk uit zie vinden. Dan kan je ook zien, ik vind die boom ook direct veel minder mooi. Nou ja. Het valt me nog mee dat we... Hier zie je daar nu wat fakkels flitsen en doen. Nou goed, ik zet hem weer terug op. Niet fancy. Zo, fast. Back to game. Zo cool. Nou, dat is best leuk toch? Her en der wat ijzerblokken, goudblokken en redstone blokken en daarbovenop. Dat is geel vensterglas. Ik had een beetje een beginnersfout gemaakt. De boom is... zijn even getallen. Ja, 4. En dat zijn er dan ook weer. En dan kom je bovenop en dan heb je geen midden. Ja, in het midden van 4 bovenkanten. Dus dat schiet op. Deze boom is nog niet af. Volgens mij. Maar ja, volgens mij is die niks anders dan de vorige aflevering. Ik wil even veel te laten zien. Hier is een zuurstok gekomen. Die vind ik heel leuk. En de vorige aflevering zag je dat hier iemand bezig was. Hij heet Maar. Waarom? Ik vraag het me soms af, maar het is best grappig. Hè? Kerstmuts. Santa. Leuk. En dan hebben we nog iemand die, nou, dit groeide hier, dit was hier al. Hierboven, dat heb je misschien net gezien toen ik hier langs huppelde. Nou, misschien heb je het ook niet gezien. Dit zijn kerstslingers. Dat zijn een soort kerstlampjes daar. Ik weet niet of die lampen er al zaten, maar het ziet er best leuk uit nu. Vind ik in ieder geval. Maakt toch net even het verschil. Hartstikke cool. Nou, dit is toch ook nog wel weer... Nee, dat was volgens mij wel zo. Bij de bovenverdieping moet ook. In ieder geval de portal, lijkt mij. Nou ja, dat zien we een andere keer. Deze kant weer op, het is dag.
Zo. Kijken of we die wijzen hier nog in kunnen krijgen. Denk het wel. Moet gaan lukken. Deze hakker is gewoon weg. Daar leggen we nog een stuk spoor neer. Ik bedenk me dat het eigenlijk raar is dat die niet groot wordt. Nou ja. Aan de andere kant doet dat er ook totaal niet toe. Zo. Hier een gat. Zo, nog één voor dat... Plop, 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 plop. Zo. Hier een gat. Kunnen we ze doorduwen. Kom maar. Oh. Oh, was dom. Ah, goed. Ze moeten deze kant op. Kom maar, rol maar even door. Nou, dan rol jij maar even door. Maakt mij ook niet uit. En jij gaat gewoon ook hier naar binnen. Hup, naar binnen. Ja, en die is ook weg. Mooi. Afhakken dat ding. Nee, je gaat gewoon weer die kant op. Zo. Ja. Zijn de wijzen er ook? Ik haal ze natuurlijk uit het karretje van het spoor af. Hier moet nog een poort in komen. Oh ja, dat was een reflex die sprong. Pats! Even kijken. Ik had hier aardappeltjes in gedaan. Die zijn lekker. Zo. Oh, dat ging echt net mis. Gaat perfect. Maar dit is niet zo veilig als ik daar overheen kan. Kan een villager er ook overheen? Zo. Dat is ook weer goed. Zijn maar drie wijzen uit die deur gelopen. Ja, natuurlijk doen ze dat. Ik heb wel heel veel pech vandaag. Dan ben ik ook dom. Ik had hem dicht moeten slaan. Word hier wel een beetje moe van, mensen. Oké, er zijn alle drie, zijn ze er nog. Dat is al heel wat. Goed. Gaan we deze kant weer op. Nou, het wordt gezellig nacht, dus misschien vlucht hij wel naar binnen. Dat gaan we nog even afwachten. Ik kom zo bij jullie terug. Nou, eens kijken. Ze heeft de heks voor me gevonden. Ik weet alleen niet waar ze is. Ook daar. Oh, cool. Ah, shit. Kom koe, naar binnen jij. Oké, nou dat was poging 1. Geen probleem, ik heb zelf ook 1. Nee, het kan alleen handig als je de haar in een karretje pleurt.
Even kijken hoor, ik heb hier een hex. Dus ik ga die gewoon gebruiken, deze. De hex pitch. Dus even kijken, ze staat daar. Leggen we... Zo. Ik mag elkaar al vangen in een karretje. Hoppa, die zit er alweer in. Dan moet hij nog een duwtje hebben. Nou, misschien moet ik vast het hele spoor aanleggen. Ik ga gewoon deze, de heks, en dat wordt dan Maria. Zo. Ik weet niet, zal ze nou ook gooien? Deze troelala moet er gewoon bij. Daar gaat ze. Zo. Doe maar hoor. Hoppakee. Miss, ik weet niet waar je mee gooit. Slowness potions. Ik weet het niet. Ja, zie, daar gaan we weer. Ah, wat een bitch. Zo kan ik toch niet lekker werken, mensen. Altijd soort figuren hier. Nou, ik ga je even uitstaan zieken. Dan kom ik zo bij je terug. Zo. Kom, je kunt er zo doorheen rammen. Die moet even weg. Ja, doe maar. Ga dan maar door. Ja, lukt wel. Ja. Mega Mind Power. Bedankt. Ah, ja, ja, ja. Nee, ik had het andersom moeten doen. Ja, joh. Ik weet eigenlijk niet of dat helpt. Volgens mij wel. Dit is helemaal niet handig, lieve mensen. Helemaal niet handig. Ik weet al wat ik ga doen. Oh, er staat weer een paal voor. Hier. Even denken hoor. Die gewoon weg. Kan die hier onderdoor? Volgens mij kan dat niet. Maar dit is zelfs mooi hangen. Perfect. Zo. Kom maar, Jozef. Op naar Maria. Ja. Zo. Daar is die. Oké, het karretje mag ik niet meer, maar deze wel. Zo, en hij zit weer vast. Is dat niet geweldig? Zo. Perfect. Nou moet er eigenlijk nog een hekje omheen. Want zij is nogal agressief. Doe eerst even. Nee, mis. Ja joh. Troelala. Maar goed. Boom, boom, boom. Dit heb ik weer opgeruimd. Hier moet nog even een lamp op. Zo. Met de bovenkant ben ik kwijtgeraakt, sorry. Oh, verkeerde.
En hier moest dat nog zo'n dingetje. Ja, deze. Hup. Huppakee. Nou, weet je, dat denk ik, wat er nu best netjes uitziet, dat we wel klaar zijn met deze aflevering. Ik hoop dat dan de volgende aflevering op de server iets meer in een kerstwereld is veranderd. Nog iets meer. Maar dat zullen we dan zien. Klopt. Het is er geworden. Dat rails haal ik nog weg. En laat ik dan ook later zien. En misschien dat ik... Ik weet nog niet. Maar volgens mij is alles en iedereen er nu. Drie wijzen. Die paarsen. Jozef. Maria de heks. En het kinneke staat precies in de midden. In de midden. Ja, best een leuke skin. Eigenlijk moet ik haar dus wat verder... Zo, zoals ik al zei, leuk dat je hebt gekeken. Dank voor de aandacht. Tot de volgende keer. En dan hopelijk nog iets meer kerst. Dat weet ik niet zeker. En ze heeft me weer. Dit is niet handig, mensen. Dit is niet handig. goed, leuk dat je hebt gekeken. Nogmaals, ja, ik heb het al heel vaak gezegd, geloof ik, in deze aflevering. Maar goed, we zien later hoe het verder gaat. Doei.